Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Black and White 2 Avatar Lock met Sander van Gaming SB. Ja, hier zie je dubbel. Nee, het zijn dubbel? Er zijn er gewoon twee. Oké, ik snap er niks van, maar dat maakt niet uit. Yo, dat is die grap van die Jochem guy, toch? Ik snap er niks van. Nee, ik weet het niet, als jij het zegt. Ja, Jochem Meijer had toch zo'n grapje. Yo, I barely recognize you. Oh ja, we doen zonder voice acting. Ja. Zo beter voor mijn stem trouwens. Inderdaad. Sander's stem is gone. Er is een liedje over gemaakt. Since you've been gone. Ja. I can prat for the first time. Prating for the first time. Prating for the first timing. Ja, jij kunt zo goed Engels. Ik ben Engels master. Pokémonix. Dat heb ik zo net ook al gedaan. Ik heb nu bij God geen idee waar ik naartoe moet. Naar Sokka. Magische Poederland. Niet naar Magische Poeder. Over Magische Poeder gesproken, heb je Fatal gekeken? 1 aflevering. Ah, dat is niet veel. Nee. Ik moet naar die Flying. Ik moet tegen Kyogre in de gym. Bij de gymleader, dat is een feest. Nou ja, als jij dat een feest noemt, doodgaan, maar nee. Wat? Zak je kaas me in. Ik zou dat wel gevaarlijk vinden. Is Nightmare een goede... Oh nee, dat kan alleen als je sleept, hè? Ik denk het wel. Dus, maar je hebt hypnosis, dus... Ik heb geen... Had ik hypnosis? Ja, dat zag ik net. Anders zeg je... Goed gekeken. You think I sagging terwijl you not having? Crazying. Oh, je bent toch ook zo'n crazy guy? Ik ben wel een crazying guy. Hij doet modderig water tegen... Dat deed heel veel damage. Was ik niet heel veel Pokémon verloren voor de aflevering trouwens? Ja, maar je had nog een hele hoop Pokémon. Ik was ook Pokémon verloren, maar ik heb alleen niet zoveel Pokémon. Pokémon niks meer. Ja, dat is minder. That is mindering. Dat is zeker mindering. Er is ook een wilde battle. Waarom doe ik deze battle? En waarom mis ik de hele tijd hypnosis? Omdat Muddy Water accuracy lowert, toch? Nee. Niet? Oh, dat dacht ik. Then I'm crazying. Oh, dit is ook crazying, want dit is dat een seal. Dat is een seal. Ik dacht eigenlijk dat een legend uit zou komen, omdat hij helemaal zo'n golfbeweging maakte. Ja. Maar blijkbaar niet. Blijkbaar is dat gewoon deze game. But how deze game is crazying. Crazy guying? Crazy guying. Zeker. Dat is een Engels leenwoord trouwens, hè? Dat klopt. Dat klopt. Ja, jij wist dat, want jij bent slim. Ik ben zo slimpy. Slimpying in het Engels. Dat klopt, ja. Ik weet dus niet of ik deze guy bevochten heb. Dat is toch een guy die elke keer opnieuw moet doen. Is dat niet dan goed? Gaan we hem ontwijken. Dan weet ik niet zeker of dat die is. Staticking. Oh, wacht, het is Fungus. Ik vind hem wel. Fungus. Oh. Oh, ik snap hem. Burnt. Mag ik hem vangen? Ja. Hij Buk is grass. Mag iedereen vangen. Hij is niet Buk, hij is grass. Dat meen je. Dat meen ik. Maar die mag je ook vangen. Dus. Volgens mij is hij. Waarom dacht ik dat hij Buk was, trouwens? Dat weet ik niet. Maar is ook niet logisch. Echt, of zo. Als hij mijn crit ben ik echt genaaid. Dan hoop ik dat hij dat en niet doet. Hij heeft ook aquaring, dat is ook fucking irritant. Hij heeft... Oh ja, ik dacht even... Wacht, je moet tegen een Darkrai die aquaring heeft, maar je moet tegen een Kyogre. Ja, die aquaring... Of die aquaring, die Darkrai is van mij. Ja. Dat is wel fijn dat je die nu hebt. Mm-hmm. Ik noem zus. Oh, nee, wacht. Ik moet chemische namen doen. Ja. Oh, heet die ene schimmel? Ik heb dus ooit een keer echt 2 schimmels moeten leren. Uit mijn hoofd. Maar ik weet dus niet meer heet welke. Die misschien... Oh, de deurbel gaat. Ik doe even open. What the frick? Is dit zo'n featuring? Dit wordt heel ziek. Ik weet niet of die dit eruit knipt, maar... Zo ja, dit is heel ziek. Oh, ik zit te denken...
ik ben heel benieuwd wat, wie hier aan de deur staat ook wel. Schimmel. Moment, ik ben even kinderpostzegels kopen. Oh ja, ga je gang. Nu, dit is voor jullie ook niet leuk, want jullie zien nu beide. Bekendste schimmel. Doe ik wel gewoon opzoeken. Dan kunnen we snel door. Bekendste schimmel. Schimmeling. Dat is Engels. Oh, champignon. Ja, maar dat is niet een... Oh, dat kan ook wel. Champignon. Champignon. Even kijken. Wikipedia. Agaricus. Tuurlijk. Dat had ik kunnen weten. Nee, die wist ik niet. Kijk, top. We did it. Heel ziek. Yo, nog een. En nog een encountertje. Dat is dezelfde. Nee. Een Trico. Maar als het dan sterk is, weet ik niet of ik deze mag. Ik weet dus niet hoe dat zit. Shit. Ik weet niet hoe dat zit. Oh. Evaded. Als het te sterk is, dan moet ik ze. Het was niet te sterk, dus die zijn gewoon Trico Inks. Och. Oké, we gaan hem eventjes kapot maken, die zijn true. Mijn deur staat open en ik stoor me dus. Aan die open deur dus dan, hè? Dat duidelijk is. Forgetting the helping handing. Ja, ja. Deze is ook gewoon een fungus, neem ik aan. Dat deze niet gerandomized zijn, vind ik nog steeds raar. Dat gebeurt volgens mij wel vaker. Ja, ja. Oh, ik hoorde Milan Doei zeggen. Ik weet niet hoeveel jullie horen. Maar, ja. Ja, dat weet ik gewoon niet. Maar, we gaan hem eventjes neerhalen. Oeh, een magnitude, dat is wel eng. Dat is eng. Oké, ik ga toch even mijn deur dicht doen. Yo! Yo, you backing? Nee. Ik ben backing. En heb je het kunnen kip carryen? Ja, zeker. Hopelijk dan. Ik ben trots op jou. Nu ik nog. Nu ik nog, zegt hij. Met deze stem. Deze Kyogre is zo nazi. Ja. Ja. Is hij ook nieuw? Nee. Ik moest even. Oh, denken. Ik wou zeggen, anders is het een Neo. Flauw grapje. Flowing grab je in. Hoe lang gaat Aqua Ring door? Of is dat gewoon unlimited? Nee, dat is gewoon totdat hij dood is. Wat een onzin. Dus unlimited data en schandalig snel 4G. Voor maar 25 euro. Ja, was die... Nee, je had toch kinderpostzegels? Of waren ze tegen twee? Ja, dat waren inderdaad kinderpostzegels. Ja, kinderpostzegeling. Kinderpostzegeling. Oh, hij krijgt sowieso de omniboost van de Ancient Power. Ja hoor, of niet? Oh nee. He do be nothing. He do be nothing. Draai! Oh, dat werkte! Heel ziek. En dan nu gewoon erin lopen trouwens. Wat dom. Dan ben je echt een loser boy. Waarom? Is een goede vraag. Ik wou dat ik hem zelf kon beantwoorden, maar... Ja, wordt hij weer wakker? Wat een anuslikker. Ja, ik heb echt medelijden met je. Kut pocket monster. Dat kwam er heel sarcastisch uit. Mm-hmm. Nou, een dag geleden leek alles wat ik zei alsof ik echt depressief was. Echt waar.
En dat was ook zo, maar dat was niet de bedoeling dat, dat we dat zouden horen. Precies, jij snapt in je ding. Oh, ik kan Milan kent me te goed. Ik ken jou zeker te goed, ding. Mankey mag ik niet, dus doei. Want ik ben geen tof. Je bent. Had ik wel tof gevonden als ik dat was. Je bent wel tof, Sander. Jij bent zo'n toffe pering. Toffe pering. Dat is wel ziek. Aqua ring is zo OP. Maar ik kan niet eens metal banding. Kan jij niet eens metal banding? Ik nam dus zo'n slokje water. Ken je dat water? Nee, en toen zei je dus, kan je niet eens metal banding? En for some reason vond ik dat heel grappig. Dus toen moest ik echt moeite doen om mijn water binnen te houden. Nou, en als je het niet binnenhield, was je opeens een waterbandering. En Sander, dat ben je ook. Dat ben ik ook, volgens deze log. Ja. Dat ben ik sowieso hoor, kan ik in real life ook gewoon. Oeh, deze icebeam kan me killen. Oeh, ik leef op 10 HP, ik heb gewonnen. Kan ik nu nog steeds niet door? Ja, maar ben je vorige keer niet gestopt voor de ingang? Of nee, je hebt gewonnen, toch? Misschien moet je met die mensen praten die er stonden. Ik weet het ook niet hoor, ik zeg maar wat. Ja, maar Bianca zegt dus doe niet, hij is aan het... Doe nou niet. Oh ja, dat is wel raar, want bij mij stonden ze er niet. Dus dan heb je nog steeds iets niet gedaan. Nou... Niet leuk. Shit, sorry. Sorry. En nu is je video niet meer PG. Helaas. Nee, niet PG. Mag ik deze vangen? Nee. Nee. Ik ben geen airbender en geen thunderbender. Lightning bender. Oftewel fire. Huh? Wat? Wat? Oh, hij deed een fighting type zeker. Ja, maar Darkrai is toch ook Ghost? Nee. Darkrai is... Are you serious? Dark, ja. Wauw. Hoezo is een fucking grote geest geen geest? Dus dat heb ik niet verzonnen. Ik wist alleen dat het niet zo was. Omdat ik dat vroeger ook altijd dacht, namelijk... Eigenlijk ook alleen die reden. Volgens mij is Buck keer 4 op Scrafty. Of niet? Oh nee, hij is niet super effective op fight. Ja, ik wist het ook alleen maar omdat ik vroeger dus ook altijd dacht dat het een geest type was. Mm-hmm. Dus daardoor wist ik dat het niet zo was, maar... Ik dacht, misschien denk jij gewoon dat die guy... geen fighting aanval heeft op Jawel, dit level. Ik dacht het is een fight Pokémon, dus hij heeft vast een fighting aanval, maar... Oh. Had hij die maar niet gehad. Ja. Yeah. Nou, ik ga weer helemaal teruglopen. Oh, trouwens, dat heb je gemist, maar er zijn dus Treecko's in het grassje, Ink. Oh, die mag jij. Die mag jij ook. Die mag ik ook. Jij hebt echt een good grassje daar. Zeker, Ink. Maar ik had hem dus gekilled trouwens met Faint Attack. Want ik dacht, Faint Attack is niet zo heel goed. Spoiler, was te goed. Te goed, Ink. Oh, please, ga niet killen trouwens. Dank je. De game luistert. Wat een toffe gaming. Hij liet je niet killen. Toffe gaming, Ink. Toffe gaming, Ink. Dat is Engels. Toffe gaming is being. Ja, ja. Dat ben jij. Dat ben ik. Yo, Piplupping. Ik leef op 2 HP. Dat meen je. Ja. Ik vind het echt sneu voor je dat je Darkrai kwijt bent. Ja, ik vind het ook sneu voor mezelf. En ik heb in deze battle... Game Boy Luke. Sorry, ik moest even een Pokémonnetje vangen. Ja. Ik was aan het vertellen, ik ben in deze battle al... Heb ik al 12 HP's, of Hyper Potions gebruikt. Jezus. En nu een Mag ik hem Slayen noemen, ondanks dat dat geen scheikundig iets is? Maar... Nou, als... Maar dan wel met een hoofdletter.
Dit is pijn. Dat is van Penguin Slayer. En dat moet je altijd doen als je op de Noordpool bent. Mm-hmm. Dat weet iedereen. Of nee, Zuidpool. Kut. Als dat met crit, word ik echt boos. Oké. Ik heb de battle gewonnen, maar ik ben wel mijn donkere raai kwijt. Niet de donkere raai. Kutzooi. Is dit die Torkoal? Nee, dat is verder terug. Oh, dan is dit... Oh, dat is die Lugia. Die is ook kut. Ja, dat weet ik dus niet meer. Maar die Lugia is wel kut. Mm-hmm. Ah, wat? Ik ben echt de domste guy ooit. Die dacht Faint Attack super effective, maar hij is nog steeds flying. Hij is nog steeds flying, dat is nog niet veranderd, nee. Krijg ik TM voor rap, yay! Wrap it up, baby, wrap it up! Wat is je favoriete? Wat doe jij het liefst in een rap? Kip? Kip, sla? Snap ik wel. Van die Doritos stukjes. Oh, echt? Oh, dat is... Geraspte kaas. Ja, maar dan echt Doritos chips of meer van die... wat ze in Spaans ook veel eten. Van die chippies, zeg maar. Die tortilla chips. Echt Doritos. Oké. Die kaas Doritos, zeg maar. Mm. En dan geraspte kaas. Komkommer. Cocktailsaus. Dat. Interessant. Klinkt als een lekkere combinatie. Dat is het ook. Ik eet het ook best wel vaak. En ja? Ik kruid mijn kip altijd met Cajun kruiden. Ik ben alleen zelf niet zo van de cocktailsaus, maar dan zou ik die gewoon weglaten. Wat voor saus ben jij dan fan van? Ik ga eerlijk met je zijn. Ik ben sowieso niet van de saus. Ik vind jus wel lekker. Maar dan is buiten... Maar ik weet niet of dat telt als saus. Nee, dat is geen saus. Maar nee, dan is alles... Kijk, weet je, met jus kan je iets ook minder droog maken. Maar je doet bijvoorbeeld geen jus bij je friet, of zeg maar. Patatjes, excuus. Nee. Wat doe je daar dan bij? Anders is het toch zo droog. Vind ik wel meevallen. Ik doe daar gewoon... Ik doe wel iets meer zout op dan de meeste mensen, denk ik. Dus dat doe ik dan weer. Dan blijft het alsnog droog. Dat is waar. Maar ik weet niet. Ik ben geen saus guy. Ik vind... Nou, dat is niet helemaal waar. Als je bijvoorbeeld... Ik vind ketchup op zich wel lekker. Mm-hmm. Maar dat neem ik... eigenlijk alleen als we macaroni eten of zo. Dan vind ik het er wel lekker bij. Maar... Ja. Heb jij dat nog? Ketchup bij macaroni? Ja. Dat is... Zit er niet al gewoon tomatensaus bij je macaroni? Ik weet het. Wij eten ook niet zo heel vaak macaroni, moet ik zeggen. Want waarom zou je macaroni eten als je ook spaghetti hebt? Wat precies. Heel lekker is. Eens. Dus, ja, weet je... wat moet ik hier doen in Driftville? Is dit Driftville? Denk het wel, ja. Is dit Driftville? Nee, dit is Nimbaza, toch? Nee, dit is Driftville waar je nu bent. Zeker? Ja. Ja. Hè? What I need to doing? Nee, maar ik weet niet. Kan je hier naar boven in dat... Nee, ja, daar kan je niet heen. En daar, in dat huisje. Oh. Ben ik hier nog niet geweest? Volgens mij moet je met die Sage praten. Oh, nee. Zo raar leuk, maar daar heb ik niet zoveel aan. En als je nog een keer naar die plek gaat... Oeh, die mag ik. Ik weet ook hoe ik deze ga noemen. Yo, die heb jij... daar was je toen voor aan het hunten, maar uiteindelijk had je die Wurmple natuurlijk. Of nou ja, je was niet specifiek voor hem aan het hunten. Ik had hem in Legend Arceus, heb ik hem wel gefixt.
Moet ik die Sorua misschien per se aannemen voordat de game verder kan? Nee, lijkt me niet. Moet je niet bij dat ene ding waar je begon, zeg maar, te straks? Moet je daar niet gewoon nog met iemand praten? De gym? Nee, gewoon waar je begon deze aflevering. Ik ga checken. Volgens mij moet je daar gewoon nog met iemand praten. Dit is ook een van de redenen waarom ik deze game niet zo leuk vind. Omdat ik er geen hol van snap. Noem me dom. Maar liever niet eigenlijk. Moet eerst naar de dock, ja. Is dit de south of dit is wel de dock. Ja, je moet eerst daarheen. Jezus, ik had gewoon moeten lezen. If I just leest, then everything would be going De okay. Lijpe Hornsgrow flavor is aanwezig. Oh, die is wel ziek. Dat is wel een leuke naam. Leuke naming. Leuke naming. Eigenlijk moet ik ook nog een keer die Growlithe eitjes... Of Growlithe shiny hatchen in Shield. Maar zou je dan liever voor een shiny Growlithe in Arceus gaan? Ja, dat kan ook wel. Maar ik was nog met die hun bezig, zeg maar. En toen ben ik gestopt, omdat Legends Arceus... Of nee, ja, eerst kwam die andere guy uit, maar... Omdat die games uitkwamen en toen... Mm-hmm. Ja, toen heb ik daar eigenlijk nooit meer mee verder gegaan, maar ik heb... Ik heb die hun nog wel klaarstaan, dus ik wil hem eigenlijk... Oh, kutzooi, ik heb hier geen water type op. Ik had die Piplup in mijn team moeten doen. Dat klopt, ja. Maar, dus eigenlijk wil ik die wel afmaken en ik had ook al best wel veel encounters. Het zat echt in de... 800 volgens mij. Dus op zich over odds. Dus de kans dat ik hem heb is op zich wel. Ik kan niet switchen. Wel aanwezig, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, dat. Maar waar vind ik de tijd vandaan, wou ik zeggen. Maar het is waar haal ik de tijd vandaan voor de Nederlandse mensen onder ons. Zeg waar. Swoo betting. Swoo betting? Ja, hij is flying of... Flying psychic. Durf ik het? Nee. Ik ben een pussy. Pussy woozy woozy boy. Miauw. Miauw. Ja, dat kan ik niet. Met deze stem. Ja, dat kan ik ook niet. Ik ben er dus ook achter gekomen deze week. Hoe fucking veel ik tegen mijn katten praat of mauw. Volgens mij heb ik een probleem. Dat klopt, ja. Ik weet niet of het gezond is of niet. Ik vrees van niet. Merrewacking. Ik wil even terug. Oh, dat mag gewoon. Dat is wel leaving. Dit is wel zo'n banger. Banger, right? Deze minder. Maar op zich ook wel. Ik heb wel eens slechtere nummers gehoord. Zoals duurt te lang. Sta ik hier al een hele tijd. En ik weet niet waarom. Dat is niet hoe dat liedje gaat. Dus zeg dat het je spijt. Wingo is ook dood. Freaking. Wingirling is ook dood, ding, ja. Shit. Hoe heet hij? Laridee. Oh, dat is waarschijnlijk de naam van... Wacht, is Wingull dood? Ik weet het niet. Ik release al mijn dode Pokémons. Charstone Cave, daar ben ik echt net geweest. De kans dat hij dood is... Ik denk dan niet dat hij dood is. Nee, ik denk dan niet dat hij dood is. Nee, deze zijn wel echt dood. De rest is echt dood, ja. Dat weet ik zeker. Doe kijk niet aan de doodbox. Nee, handig. Die, dat is zo'n knuffel guy. Knuffelbol guying. Nou, ik weet het niet hoor, maar dat prikt. Ja, maar James dan? Waarom doet James het dan altijd? Piplup wordt steel type. En flying heb ik al. Dus ja, ik denk dat ik gewoon voor Piplup moet gaan. Pipping, lupping.
Pipping, Lupping. Jij snapt dat leven zo goed, hè? Dat klopt. Jij snapt dat leven echt. Ik denk als de beste misschien wel. Dat denk ik ook wel eigenlijk. Not gonna brag, but. Relic Crown? Oeh, dat die is... kan je verkopen ja. Hier. Waar hier? Ik ook was. Oh. Ja, zover ben ik nog niet. Nee. Nu moet ik door je woning naar de volgende. Oh, Pimplup evolved natuurlijk direct into Primplup. Ik weet alleen, Primplup is denk ik alleen nog water. Ik denk dat alleen een ponytail is. Yo, dat is van die SpongeBob aflevering. SpongeBobbing. Squaring Pansing. Squaring Pansing, precies. Ing. Go back up Charon. Oké, als hij dat wil. Guy kan niet eens een paar plasma grunts aan. Is wel een dubbel battle though, dus op zich snap ik het wel. Oeh, hun gaan zo roepen, ik weet het zeker. Chinning Chowing? Wie gaan roepen? Hun? Waar je tegen vecht? Oh. Ik weet zelfs wat ze gaan roepen. Hè? Wacht, waarom... Oh, hij heeft natuurlijk een starre... Ik was helemaal in de war. Ik denk, waarom heeft hij... Waarom is mijn Staravia uit, maar... Maar heet hij Staravia? Ja. Maar dat is natuurlijk zijn Staravia. De ing. Zeker de ing. Oh, ik mag hier niet naartoe, ing. Maar waar moet ik dan naartoe, ing? Sandering. I don't know, ing. I wish I know, ing. Oh... Jij nou in. Dat is Engels. Welke Pokémon ik mag vangen zo meteen. Hij doet gemeen, hè? Maar dat is gewoon Engels, hoor. Ik weet niet wat hij... Heb je zien dat je boos werd? Nee, ik kan nooit boos op je worden. Oeh, ik moet hem volgen. Insert elk Mario Party clipje hier, maar dat maakt even niet uit. Inderdaad, Ing. Buying zaak, Ing, zoals ze dat in... Oh, mijn is niet mijn Staravia. Staravia! Omdat ik zelf een Staravia heb, denk ik dus nu de hele tijd dat dat mijnes is. Het is niet zijn Staravia, het is onze Staravia. Communisme for the win. Ja. Geen comment. Wojo, Ing, wat gebeurt hier, Ing? Alles wordt ijs. Sander, daar kom je. Everything is going to be as cold as ice. Ja, maar Sander, jij zit op dat schip. Oh ja, wat een brick. Die ja kwam er niet uit, maar dat maakt niet uit. Schip, do ice beam. Hey, deze guy zit de hele tijd zo van... Yo, het is vet makkelijk, ik heb je hulp niet nodig. Wie moet ik nu helpen dan, hè? Wie moet ik nu helpen? Hij heeft wel een Lugia, dus... Op zich snap ik niet waarom hij mijn hulp nodig heeft, maar... Please op Croagunk. Of Croagunk. Grimering. Ja, what the freak is er aan de hand met mijn hoofdje? Ja, yeah, a lot. A lot? Zei je dat nou? Ja. Yeah. Ik kan niet in mijn hoofdje kijken. Ik ben zo'n goede kijkering. En zo'n heldere. Ja. Yeah. Toevallig. Zo ziek. Helder kijkering ben ik, ja. Yeah. Oh, Togepi-ing. Waarom stond er bij Togepi... Oh, dat is waarschijnlijk de niet random. Nee, laat maar. Ik dacht even dat bij Togepi zo'n dingetje stond van welke guy hij was. Of Guy-in. Guy-in, inderdaad. Ja, dat stond er ook. Zag je dat? Nee, dat zag ik. What the freak. Ik wil eigenlijk deze aflevering beëindigen, Sandering. Dat kan, want deze battling is overing bijna, Ing. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie ik je graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, wacht. Amigos. Oh, wacht. Evolving. Wacht. Evolving Piplupping. Pipping Lupping. Dit moet nog eventjes in de aflevering. Het spijt me. Iedereen is al weggegaan, maar dit is toch prime moment. Amazon Prime moment. Ik had het moeten zeggen. Godverdomme. Yo, ben jij Amazon? Want jij bent een prime moment. Echt hoor. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Adios, amigos. Adios.